Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Roos Thijssen en met Daan. Jullie kennen Roos nog wel van andere video's. Toen had ik alleen een andere pony en was ik een kilometer kleiner. Hallo Roos. Hallo, je hebt een nieuwe pony, ja. Zie ja. Mooi. En hoe oud is die? 5 jaar. Oké, en wat kun je er al zo'n beetje mee? Wat doe je ermee? Ik doe er samen met Daan dressuur en springlessen mee. En Daan rijdt haar ook 1 keer per week. We zijn laatst in de B dressuur gestart. Klinkt goed? Ja, heel erg. Oké. Okay. Kan bijna niet anders met zo'n mooie pony. 7 winst. 7? Oké, okay. Zo. Nee, niet 7, het was 4. Ja. Met haar 4, met Boris 3. Ja. 7 in totaal, ja. Je had met 2 ponies gestart, maar... Ja. Dat is niet eerlijk. Ja. Loop je tegen bepaalde dingen aan in het rijden? Dat ik heel erg naar voren zit en ik eigenlijk als een springruiter wil zitten. Oké, waarom wil je dat? Ik voel mezelf springruiter, nee. Veel zo. En mijn handen naar binnen. Voor mijn gevoel doet ze makkelijk een beetje haar schouders zo, zeg maar. Waardoor je ook merkt dat ze, zeg maar, zowel in de hand als in de lichaam een beetje de doorstroming mist. Ja, oké. Soms tekort komt. Ik zeg, missen is een groot woord denk ik, maar soms iets tekort schiet. Ja. Oké. Okay. En rijtechnisch, hoe loopt je pony? Hoe loopt hij, hoe voelt hij aan, hoe ziet het eruit? Of wat zegt Daan altijd tegen jou wat beter moet? Rustiger. Je pony rustiger. Ja, rustiger. En tempo. Meer ontspannen. Rustiger in de hoofd-halshouding of rustiger in de tempo? Allebei. Allebei. Dat gaat heel vaak samen. Als ze niet rustig zijn in het tempo, zijn ze meestal ook niet rustig in adem. Ja. Oh. Nou, dat vind ik al een mooie. Dat zou iets moois zijn als we daar verbetering in konden krijgen, toch? Ja. Ja. Okay. Nog meer? Meer ontspanning. Daar zijn we nu wel heel erg mee bezig, maar het lukt niet altijd. Okay. Meestal wel, maar soms gewoon, ja. Ja. Oké, okay, nou daar gaan we naar kijken. Goed, nou ik wil graag jullie allebei even zien rijden. Bij jou is het heel erg lang geleden, jou heb ik helemaal nog nooit zien rijden. Dus ik wil eventjes kijken van, nou ja, hoe is het nu? Ja. Aan de hand daarvan gaan we, denk ik, eventjes met de simulator, met Joker, okay, wat doen. Want die gaat je gelijk heel veel dingen heel duidelijk voelen. Ja. Kan zijn dat we daarbij ook nog een grondoefeningetje doen. Oké. Okay. Dus daar wil ik eerst even kijken ja, hoe het nu is. Ja. En dan gaan we daarna terug op de paarden om te kijken of wat we met Joker en met de grond hebben geoefend, of dat we dat terug in de praktijk. Pony loopt op zich in een fijn tempo en vind hem op zich wel ontspannen genoeg, maar nog niet helemaal nagevelijk. En waar ik bij Tessa aan zou willen werken is eigenlijk om de 3 contactpunten te optimaliseren. Contactpunt van de zit met de rug, contactpunt van de kuit tegen de buik van de pony. Daar zitten de buikspieren en die kan je van daaruit activeren. Staat in geen boekje, ik heb het nog nooit iemand horen zeggen, maar je kan heel fijn een paard naar nagevendheid rijden door met het contact van je kuiten zijn buikspieren wat te activeren. Wat ik altijd tegen de ruiters zeg van, als je je core stability gebruikt, kunnen de rest van je spieren ontspannen. En dat geldt ook voor je paard of voor je pony. En waar ik zeker ook aan wil werken is het contact van de hand met de mond. Want ik vind nu dat de pony nog iets hoog loopt in zijn hoofd, vind ik de hand een beetje laag ten opzichte van de mond. En ik zou graag willen dat die handen iets meer de lijn van de teugel volgen. Zodat je één elastische... En dan in de lijn van hoog, laag of precies waar het bit zit? In welke lijn? In een hoog, laag? Precies waar het bit zit. Maar dan moet ik helemaal hier? Nee, juist niet. Mag je juist een beetje omhoog. Ja, je moet eigenlijk het idee hebben alsof je met je vingers die bitringen vast zou houden. Nou, dat kan niet, daar zijn onze armen te kort voor. En je teugels zijn een verlengstukje van je acht. Zo wil je eigenlijk die teugels vasthouden. Dus hoe hoger het hoofd, hoe hoger je hand meegaat,
En hoe lager het hoofd, hoe lager je hand meegaat vanuit je elleboog. Maar dit is zo'n, dat is al beter, Tessa. Dit is zo'n typische van wat ik net bedoelde, dat heel veel instructeurs zeggen handen laag. Ja, waarom? Waarom moeten je handen laag? Ik vind dat je handen niet hoog of laag moeten zijn. Ik vind dat je handen in verbinding moeten zijn met de mond van je pony. En daar waar de mond is, daar zijn ook je handen. Niet per se hoog of laag. We gaan ook dadelijk nog iets aan het lichtrijden werken. Ik vind het lichtrijden op zich wel mooi gecontroleerd. Maar je mist nog ietsjes scharnierpunt in je heupen. En dan zie je dat je jezelf nog iets te veel omhoog moet drukken. Het zijn allemaal maar kleine nuanceverschilletjes. En maar ik denk dat je onderbeen nog een beetje langer en rustiger kan worden als we nog ietsjes aan je lichtrijden gaan sleutelen. Dat doen we dadelijk ook even droog. En droog als in op de grond. En eigenlijk, er zit een beetje ja, in het ankerkooi. En de pony die wil daar toch, ondanks die rem, wil die toch vooruit. En dan krijg je eigenlijk een beetje een wisselwerking. Ook weer waarbij dat elkaar in stand houdt. Dus ik zou hier dadelijk met Tessa willen werken aan dat ze, ondanks dat de pony eigenlijk te snel wil gaan, dat ze toch iets meer mee zit. Dat ze niet te ver de voeten naar voren steekt, waardoor dat ze achter de beweging komt. En dat ze van daaruit kan gaan remmen. Ja, als ik naar de stap van Tessa kijk, dan zou ik er iets meer op het midden van de zitbeenknobbels willen hebben. En haar handen nog iets meer in een elastische verbinding met de mond, zodat de pony vrij het hoofd kan bewegen. En waarbij dat hij de armen van Tessa gewoon mee kan nemen, zodat er wel een verbinding is. Maar dat hij geen belemmering ondervindt van die verbinding van de teugel. Daar gaan we dadelijk ook nog even aan werken. Kun je nog een stukje eraf doorzitten, Tessa? Ja, Tessa heeft ondertussen de pony weer wat rustiger gekregen, zo na de galop. Ja, het tempo is een heel stuk beter. Het hele beeld is een heel stuk beter. Ja, je merkt wel dat er nog wat gewerkt moet worden in de zin dat Tessa wil dat hij nog wat nagevelijker wordt. Ja, en dat die pony eigenlijk daar wat moeilijkste ontspanning kan vinden, ondanks dat het tempo nu beter is. Dus dat staat voor nu op mijn verlanglijstje. Oké, welke voorwaarden kunnen we gaan creëren voor de pony, waarin dat die strakjes nagevelijk kan worden. En met strakjes bedoel ik niet straks vandaag, hè. Misschien lukt dat nog niet per se helemaal vandaag, misschien ook wel. Maar hoe kan Tessa eraan werken dat haar pony optimaal zijn lichaam kan gebruiken? Want het mooiste is als nagevigheid in principe gewoon een soort van vanzelf ontstaat. En vanzelf, als in, hè, nu zie ik Tessa werken om hem laag en rond te krijgen. En ik wil graag dat iets meer ontstaat vanuit een goede zit. Hè, en een goede balans van de ruiter en een goede balans van de pony. En als die balans er is en de keukencontact klopt, zie je heel vaak dat die paarden en die ponies die nagevelijkheid zelf gaan aanbieden. Nou, het is nog een jonge pony, dus die heeft dat waarschijnlijk nog niet helemaal geleerd en die is nog aan het zoeken in zijn balans en in zijn tempo. Maar dat is juist mooi als wij als ruiter de paarden en de ponies daarbij kunnen helpen.